In dit korte, dagelijkse avondgebed nodigen we je aan tafel uit. Je hebt niet veel nodig. Een kaars en lucifers. Een glas voor iedereen die mee aan tafel gaat. En voor elk iets lekkers om te drinken. Welkom bij Bidden aan tafel. Vrienden, goede avond. Bedankt dat je opnieuw aansluit om samen onze weg verder te zetten door deze paastijd. We zullen opnieuw onze gezinskaars ontsteken met het vuur van de verrezen Heer. Laten we zijn licht dankbaar ontvangen. Heer Jezus, Gij die uit de dood zijt opgestaan, laat uw licht schijnen over ons. Vervul ons met de warmte van uw grenzeloze liefde en verbind ons met de kracht van uw geest. Elke dag krijgen wij een korte tekst uit de Bijbel aangereikt. Vandaag komt die uit de Judasbrief. Ik lees hem voor. Maar u, geliefden, bouw uw leven op uw hoog heilig geloof. Bid in de kracht van de Heilige Geest. Bewaar uzelf in Gods liefde, in afwachting van de barmhartigheid van onze Heer Jezus Christus, die u het eeuwige leven zal schenken. Wat raakt jou in deze tekst? Als je wil, mag je het aan elkaar vertellen, welk woord er voor jou uitspringt. Of je mag in stilte bij dat woord verwijlen. Ook ik zal nadien kort zeggen wat mij is opgevallen. Ik wil graag dit woord nog eens laten klinken. Bid in de kracht van de Heilige Geest. Als ik bid, heb ik soms de indruk dat het wat traag en flets is. Of dat de teksten mij ontsnappen. Of dat het wat herhaling wordt, routine. Bidden in de kracht van de Heilige Geest. Dat zou ik wel eens wat meer willen voelen. Die Heilige Geest als we bidden. Laten we dit Bijbelse moment afsluiten met een gebed. Lieve God, wij danken u dat Gij ons blijft aanspreken. Help ons om uw woord steeds dieper in ons hart te laten doordringen. Dat wij mensen mogen worden naar uw hart, door Christus onze Heer. Hoe kunnen we de kring verruimen? Wie wil jij toevertrouwen aan de liefde van God? Wie wens jij zijn barmhartigheid en zijn liefde toe? Ieder rond de tafel mag een persoon of een groep noemen voor wie je graag wil bidden vanavond. Ik wil je uitnodigen om te bidden voor zoveel mensen die nog steeds niet goed weten hoe en wanneer zij uit de coronacrisis zullen komen. Die hun beroep nog niet mogen uitoefenen, die nog niet mogen samenkomen. Ook bidden voor mensen die het nog steeds moeilijk hebben met het feit dat ze niet in de kerk kunnen samenkomen om Eucharistie te vieren. Dat Gods goede geest hen kracht en vertrouwen mag geven. God,
Aanhoor onze beden en laat ons voelen hoezeer Gij met ons verbonden zijt, door Christus onze Heer. En bidden we nu samen het gebed dat de Heer ons geleerd heeft. Onze Vader, die in de hemel zijt, uw naam worden geheiligd, uw rijk komen. Uw wil geschieden op aarde zoals in de hemel. Geef ons heden ons dagelijks brood en vergeef ons onze schulden, zoals ook wij vergeven aan onze schuldenaren. En breng ons niet in beproeving, maar verlos ons van het kwade. Want van u is het koninkrijk en de kracht en de heerlijkheid in eeuwigheid. Amen. Ook vandaag richten we ons tot de Moeder Gods. We kijken haar beeldenis of haar icoon aan. En we mogen tot haar zeggen: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen. En gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus. Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen. Gisteren zijn we begonnen aan een noveen voor Pinksteren. Met de kerk wereldwijd en met alle bisdommen in ons land bidden we in deze dagen om de gaven van de Heilige Geest. Dat Hij de kerk en onze samenleving nieuw mag maken. We bidden de tweede strofe van het lied: Kom, Schepper Geest, daal tot ons neer. Gij zijt de gave Gods, Gij zijt de grote trooster in deze tijd, de bron waaruit het leven springt, het liefdevuur dat ons doordringt. Laten we opnieuw zorgen dat iedereen rond de tafel iets te drinken heeft, dan kunnen we feestelijk klinken op de voorbije week. Zaterdag, wijndag. Ik kies vandaag voor een fles witte wijn met als naam Kapittelberg. Ook onze kathedraal heeft een kapittel van kanunniken. Maar ik heb de fles niet van hen gekregen. Het is een fles witte wijn overigens die in ons bisdom in Herselt gebotteld is. Dat we als kerkgemeenschap bij elkaar steun mogen vinden in moeilijke momenten. Dat we met elkaar hoopvol mogen uitkijken naar een mooie toekomst. Op uw gezondheid.